Hey iedereen, mijn naam is Hugo en welkom terug bij mijn vierde deel van mijn Nederlandse Minecraft Let's Play. Ik lag een beetje, ik weet niet waarom. Zal er leuk reden voor zijn. En ik zit hier bij ons huis en. Ik heb er niet al te veel programma's aan. Ah, nou, laat maar. En ik heb off-camera heb ik wat dingen geplant. Wat boom afgekapt, wat dingen geplant. Om de houtvoorraad een beetje peil te houden. En deze aflevering wou ik eigenlijk. Nou, een beetje rondkijken in deze area of nog een leuke cave ergens zit om te exploren. En ik denk dat we hier al onze cave hebben gevonden. Oh, die heb ik al een beetje geëxploord. Volgens mij heb ik deze maar een beetje geëxploord, niet helemaal nog. Maar, oh, dit is een dead end. Oh. Nou, zou ik waarschijnlijk ook niet zo heel veel aangezien dat ik dat wel gefilmd had. Ach. Of ik het wel gefilmd, ik weet niet. Ik weet niet meer wat ik allemaal in de laatste aflevering heb gedaan. En ik heb mijn Minecraft. Ik heb mijn Minecraft. Ja, ik heb mijn Minecraft eigenlijk naar 1.6.6 geüpgrade. Want ik zat dat alle mods waren geüpdate en ik dacht van, nou het is ook tijd om te gaan. En ik ben echt fan van deze watervallen. Moet je gewoon naar daarna kijken. En dit is. Is dit 4 hoog? Oh, wauw, dat is. Dat is nieuw. Ik wist niet dat die dingen 4 hoog konden worden. Wauw. Oh, dat is ook een leuk iets om te weten. Ik ga even deze waterval even uitchecken. Of hier nog iets leuks bij zit. Misschien iets leuks. Ja, misschien zit iets geheims in deze area. Deze zandbergjes. Misschien zit er een van de geheime cave of zo. Zoiets dergelijks om te exploren. Mooie waterval. Oh, twee plorps! En ik heb net een. Ik heb een mod geïnstalleerd. The More Creeps and Weirdos. En die twee. Twee over daar die aan het vechten waren. Het zijn allemaal die zijn een deel van die mod. Dus ik ga eens even naar kijken. Ik ga even heen. Ik ga even kijken. Hoe dus, ze. Oh, even kijken. Even die drop looten. Even dat blorp cola pakken. Een healing item. Ik heb de gravel niet nodig. Kijk, blorp cola. Delicious blorp cola. Gelopen door deze dingetjes. Dit leuke dingetje over hier. De blorps. Nieuws hier is nog verzwakt van het gevecht. Maakt het me extra makkelijk. Oeh, een invisible man. Het is de eerste keer dat ik die zie. Een gezellige gozer die af en toe wat fluit, hè jongen? Gaat ze een fluitje doen? Nee, gaan ze hem gaan fluiten. En daarboven zit een floep. Dat is een alien die vuurbal naar je toe schiet. Ik wil er nog niet even. Nou, ik ga wel even mikloten. Even kijken hoe dat gaat. Floeps for the win! Nee, juist niet. Kijken of ik op hem kan sneaken. Zonder dat hij mij ziet. Oh, hij heeft me gezien, hij heeft me gezien. Hij begint nu al vuurballen naar me te schieten. Smash the trophy. Oh, trophy, nou zo. En we hebben geld gekregen. Dat is allemaal deel van de mod. More Creeps and Weirdos. En iemand kwam online op MSN. Goh, waarom vergeet ik die dingen? Ik moet die dingen in het vervolg uitdoen. Dus dit is allemaal deel van de mod. En daar is nog eentje. De Hunchback. Geef hem taart en hij zal je volgen. En hij spawnt een. Skeleton Army die jou. Nou ja, die jou zou dienen. Dat is ook wel leuk. Dus dit is gewoon een leuke mod dat gewoon heel veel extra's aan het spel geeft. Ja, ik hoop dat ik deze aflevering zoveel mogelijk dingen tegenkom. En ja, en ik hoop ook een guinea pig tegen te komen, al heb ik niks om hem te temmen. Dus ik wil eventjes high grass zoeken voor zaden. En dat kan tegenwoordig niet meer met een hoe, dus dat is wel jammer. Of misschien ook wel het zaden, ik weet niet. Waarschijnlijk niet, maar misschien heb ik wel een van de eerdere afleveringen eventjes wat zaden gedaan. Ik heb ook even die pompoenen gehaald bij het huis. Of bij die veld heb ik even al die pompoenen gehaald. Of veel pompoenen. En natuurlijk spawn allemaal schapen in mijn huis, maakt me niet uit. Ik ben een grote dierenliefhebber. Beestjes. Ja, 17 pompoenen. Wauw, dat is best veel. En ik heb geen zaadjes, dus ik moet. Tall grass gaan zoeken voor zaadjes. En ik moet. Oh, ik had gecontroleerd wanneer ik begon met opnemen. Maar weet je, ik ga gewoon nadat ik 6 minuten bezig ben. Dus waarschijnlijk ben ik nou iets van 8 minuten bezig. Ah, joh, boeien. Ik zal het wel op tijd stoppen. Dus, even kijken, ik moet ergens een plekje doen waar ze high grass. En dit is ook een leuke deel van de mod: The Lawyer. En sla maar. En je krijgt boetes. En als je hem snel genoeg verslaat. Nou ja, zoals je kon zien, staat er geldbedrag boven zijn hoofd. Als het geldbedrag 2500 raakt,
Dan, en als hij dan aanvalt, dan stuurt hij je naar de gevangenis toe. En dan worden al je bezittingen gestolen, of ja, niet gestolen, maar afgepakt in een kist gedaan aan het einde van de jail. En dan moet je weg door de jailbanen om terug te komen bij je dingetje, bij je spullen. Armor en zo hou je wel, dat is best wel handig. En die dingen die droppen dus papier en geld en zo. Dus ik heb geen idee wat je met geld kan doen. Waarschijnlijk echt helemaal geen functie voor of zo nog, maar dat gaat leuk worden. Dus ik moet even zoeken naar wild grass om het zaad te krijgen. Zodat ik een guinea pig kan temmen. Dat is ook iets wat ik wil doen in deze aflevering. Een guinea pig temmen. Of ja, in de serie. Oh, daar zit een robot. Ik denk Robo nog iets. Ik weet niet welke van de twee. Heh. Kijk of hier nog tall grass zit. Waarschijnlijk niet. Is dat een pompoen over daar? Ik weet niet. Ik kan niet zien vanaf hier. Wat is dat over daar? Het is geen pompoen, dat weet ik wel. Oh, het is letter G. Dus dit is een letter G, dus denk ik. Nee, hij blijft stilstaan, dus het is volgens mij geen letter G. Nou, volgens mij zit er. Oh, met een beetje geluk zit daar een beetje tall grass, dus kan ik even uitchecken wat het is en zaden krijgen. Ah, het zijn wel pompoenen. Zie ik nu. Even kijken. En zie ik ergens tall grass? Nog niet, nog een robot. Daar is een letter G in een rock monster. Nou, daar wil ik nog even niet mee klooien. Die komt straks wel een floep en baby mummy en nog een robot. Dit zit echt vol met die beesten. Dit is ook gewoon leuk. Het geeft gewoon een extra iets. Lawyer over daar. Dit is een baby mummy. Die doen ook iets, maar ik weet niet precies wat ze doen. Dus laat je hem even snel killen. Voor die enige ander probleem gaat lopen zorgen. En daar zit een mummy. Of een mummy. Weer een floep. Dus ik probeer even op hem. Nee, hij heeft me gezien. Hij heeft me gezien. Auw. Ja, dat doet echt pijn, die dingen. En dit is. Oh, robot. Van boven viel me aan. Ja, dood. Zo. Oh, dat deed pijn. En nu krijgen we een 16 RAM kaart. En je hebt er 8 van deze nodig en een batterij. En dan kun je atoms maken. En atoms, als je heel veel atoms tegelijkertijd in de lucht gooit, dan creëert dat een soort van zwart gat dat alles inzuigt. Dus dat is wel geinig. Nou, dat wil ik ook een keertje gaan doen. En helemaal geen wildgrass. Perfect. Echt gewoon wat je nodig hebt. Maar ja, we hebben natuurlijk deze world voor 1.6 gemaakt. Dus het is best logisch dat er geen wildgrass te vinden is. Of in ieder geval dichtbij. Ik hoop dan een beetje dat we een beetje. Als we een beetje zouden uittravelen uit. Reis dat we tenminste wat lang gras zouden vinden. Even kijken. Oh, het wordt nacht, zo te zien. Dat is een nadeel. Kom op, even snel zoeken. Ik kan echt geen wild gras hier vinden, dus. Dus zie jij dat we dat de volgende aflevering moeten zullen doen? Dan zal ik even een plek zoeken waar tall grass is. Of ik zoek even. Het welke niet opneem, gewoon eventjes niet op de kamer zou opnemen. Oké, dan moet ik echt teruggaan. Even snel teruggaan voordat het helemaal nacht wordt. En ik weet niet hoe lang ik al gefilmd heb. Oh, dat is zo irritant. Als je daar even niet op let. Dan begin je met filmen en denk je van, oh, ik hoef ergens helemaal nergens op te letten. En denk je van, oh, time limit. Dat heb ik op mijn kanaal dan, oh, op mijn eigen kanaal dan weer net niet. Kan ik gewoon tot, ik weet niet hoe lang film. Waarschijnlijk gewoon, er zit waarschijnlijk helemaal geen time limit wat ik heb. Oh, gelukkig deed dat geen pijn. Is dat ons? Nee, het is gewoon een random zandbergje. Ik denk wel, dat is niet echt ons huis. Dat lijkt niet echt op de plek waar we ons huis gebouwd hebben. Ze moeten even opschieten. En misschien vinden we nog iets leuk. En natuurlijk, s'nachts spawnen er allemaal Dark Souls en mummies. En natuurlijk ook alle oude dingen hoor. Skeleton, zombies, creepers, spiders. Allemaal dat leuke spullen. En hier zit nog een lawyer, dus we kunnen nog een beetje geld van hem krijgen. Voor de een of andere reden. 7,5, 28 en hij is dood. En geef me je geld maar. Kijk, Spider. Ik hoop nog een Dark Souls zoiets tegen te komen. Skeleton. Creeper. Daar wil ik eigenlijk niet mee kloot met creeps op het moment. Nog een creeper. Ik kan niet. Volgens mij onze huis over daar. Daar ergens in de buurt. Oh, spin. Een spin achter me aan. Er zit een spin achter me aan. Oh nee toch. En een creeper.
Daar heb ik geen zin mee te gaan kloten en te zien een zombie. Is dit onze plek, onze huis gebouwd? Ik denk dat het lijkt op de plek van onze huis gebouwd te hebben. Fuck, fuck, fuck. Waar is ons huis? Waar is ons huis? Ik wil naar binnen toe. God, 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 god. Ik wil de aflevering eindigen, want ik weet niet hoe lang ik kan het filmen. Oh, daar is ons huis. En een skeleton net buiten. Die nemen we even aan. Oh, nog een skeleton. Perfect. Top. Dankjewel. Oh, dat was niet zo leuk. Dat was wat minder. Oh, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. En we zijn gelukkig binnen. Ik hoop nog ergens een Dark Souls te zien, maar... Ik denk het niet. Oh, dat we nou nog een Dark Souls te zien. Waarom heb ik hacken? random hacken voor de win. Dus laten we die hacken even in het ding gooien. Wat geld, de papier. Daar nog kan ik gaan opbranden trouwens. Kan ik nog wat iron equipment maken. En kijk hem daar ze staan, joh, die gozer. Ik kan daar zo samen, oh, ik wil naar binnen toe, oké. Okay. Zo. En natuurlijk heb ik botten nodig als we een hotdog tegenkomen. Maar ja, dat zien we allemaal in de volgende afleveringen. En in de volgende aflevering ook aan mijn huis gaan werken, denk ik. Dat gaat ook leuk worden. Dus jongens, ik ga slapen, eventjes de nacht voorbij laten gaan. En dan ga ik afscheid van jullie nemen. Dus ik hoop dat jullie de volgende aflevering weer gaan kijken. Dan gaan we aan ons huis werken. Aan ons huis werken. En ik hoop... misschien gaan we naar een cave toe of zo, ik weet niet. Maar jongens, dat zien we allemaal de volgende keer wel. Dus jongens, ik hoop dat jullie de volgende keer weer gaan lopen kijken. Dit was Hugo. Tot de volgende keer. En we zijn nog even terug, want ik zag buiten wel de dingen die ik even wou gaan bekijken. Moet dit even niet creeper afkomen, dus creeper. Kom deze kamer uit. Zoals je kan zien, de hoeken zitten eraan een soort van worstenhondjes, tackles eigenlijk. En ik heb gelukkig botten en ik ga er proberen eentje te temmen. Laten we kijken of dat gaat werken. Oh, wiener. Dus hier hebben we een worstenhond, een tackle, hoe je het wil noemen, met de naam wiener. Toen ik de aflevering beëindigde, keek ik even uit het raam en zag ik honden rondlopen. Denk van, laat ik iemand toch even opnemen, hoe ik zo'n hondje vang. Dus blijf maar staan en je hebt papier nodig om die dingen mee te doen, dus zo. Even kijken wat, gaan we nog even met, nou weet je, ik hou hem wel bij de naam Wiener. Save en stay hier. Even dingen in de chest zetten. En ik heb te horen gekregen dat wij geen tijdlimiet meer hebben, dus geweldig. Kan ik eindelijk over dit 15 minuten gaan zonder me... Of kan ik eindelijk gaan filmen zonder me zorgen te maken dat ik de tijdlimiet overschend. En jullie moeten gaan groeien, want ik wil weer bomen hebben. Ik kan nog even snel zo'n robot nog eventjes doodmaken. Even afmaken en dan batterij pakken. Er zit nog eentje daarboven en een creeper, perfect. Nee, 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 nee! Oh, fuck. Ik dacht eventjes zo van, ik rush hem even. En ik kill hem even snel, maar... Mocht niet baten. Dat is jammer. Maar ja, boeien. Even snel deze inpatchen en dan kunnen we weggaan. Dat was eigenlijk alles wat ik al even doen waarom ik begon met filmen. Eventjes zo'n ding. En ik zie daar een hobo. Heb ik... Ja. En dan gaan we kijken wat een hobo doet. Geef hem iron, gold of diamond en hij geeft je leuke dingen. En soms geeft hij helemaal niks. Oh, hij heeft net geplast. Perfect. Smeerlap. En we geven hem iron... En wij krijgen van hem een gouden schep. Dankjewel, meneer. Wacht even, een gouden schep. God, puilenafzetter. Jezus. Ik maak je dood. Ik maak je dood. En als je ze dood maakt, dan krijg je... pork. Cooked pork. En dat is... Goed, want dan hoef je... De pork zelf niet meer te bakken, denk ik. Er zit echt heel veel varkens hier. Op het moment, zo vet. Daar nog zo'n robot daarboven. Kan ik wel jou wat string krijgen? Denk je? Ik wil ook eigenlijk een boog maken. Stone equipment. Dat heb ik eigenlijk niet meer nodig. Zo. So. Ik heb toch allemaal iron al. Ja. Ik denk dat ik het zo. Ik ga weer even naar binnen kijken of ik nog wat meer string heb. Maken een boog. En anders niet, dan eindig ik de aflevering hier. En dan kijk ik volgende aflevering wat we gaan doen. Dus ja. Nou, hier zit nog wat iron in. En glas. Lekker op neerspringen, joh. Komt.
En volgende aflevering zei ik, we gaan misschien op cave exploren. Maar ik denk dat de Wiener hier even gaan trainen. En waarschijnlijk, nou, ik weet niet wat we gaan doen. Ik zie dit allemaal volgende aflevering wel. Dus jongens, ik hoop jullie de volgende keer allemaal te zien. Mijn naam is Hugo en ik ben deze keer wel echt gewoon klaar. Dus tot ziens.